Patrick, vijfde in de Kuur met Oezo. Iets teleurstellend na je voortreffelijke derde plek gisteren hier in de Grand Prix in Mechelen. Ja, de uitslag iets teleurstellend, maar de proef was ik zeker niet ontevreden over. Dus toch met een goed gevoel naar huis. Na Londen zei je, ik weet nog niet wat ik met Oezo ga doen. Verkopen of houden? Hoe is de stand van zaken op dit moment? Hij is er nog, dus hoe het allemaal in de toekomst gaat, dat zullen we te zijner tijd zien. Maar we hebben eerst volgend jaar nog een EK en dan het jaar erop nog een WK. En dan hebben we daarna nog steeds 2 jaar voor Rio. Dus wellicht tot aan Rio en wellicht voor die tijd een keer. Op dat gebied hou je alle opties open? Ja, nou, hij is van mezelf en ik geniet er nu echt van en ik doe er een hele hoop ervaring mee op. En het heeft ook wel wat goeds gebracht met betrekking tot sponsoring en dergelijke. Dus als dat een beetje verder doorwerkt, dan is het misschien voor mij ook haalbaar om hem te houden. En anders dan kunnen we altijd een keer tot verkoop overgaan. Met je andere paard won je hier vanmorgen? Ja, met Carolus die hadden we een halfjaartje thuis gehouden om voor te bereiden voor de Grand Prix. En de eigenaar wilde eigenlijk graag dat hij nog 1 keer lichte tour liep. En dit was wel een mooie wedstrijd om hem mee te nemen. Dus die had een hele mooie afsluiting hier. En die is nu klaar voor het Grand Prix werk? Nou ja, wat is klaar? Hij doet alles. En eigenlijk ook alles wel heel mooi. Maar het heeft nog een beetje tijd nodig om alles helemaal aan elkaar te krijgen. Maar die zal wel binnenkort de overstap maken. Waar kunnen we hem voor de eerste keer in de Grand Prix in actie zien? Ja, dat zou ik nog niet weten. Oké, dankjewel. Succes in elk geval.